na grolijke goede avond, na ware zwoele vrijdagavond daar, voor iedereen stond te zwieren, de Ronnie, het geluid. Dat is gedacht dan, Ben. Ja, dat is een feit, dat is een feit. Beste Ronnie, vanaf de zesde vrouw van als Ronald dan de kandidaten, wisten dat de mensen weten van wat voor een toffe Ronnie je gewoon zet. Wat is dat hoe een plus? Ik woon in de Doelhofstraat. Oh, ik heb voor roze verbaard en boeien. Allee, ja. Dus dan zien we wat er gaat komt. Nou ja, hoor, misschien een Prinsenstraat binnenkort. Dat zou kind natuurlijk. Ja, dat is dat. Ronnie, wat is aan een bergenlijke stoot? Ik ben getrouwd met mijn vrouw. Ah, dat is even voor de keer. Dat is een plezant om boeien, hè. Dat is tegen iets anders. Ja. Ik ken alles niet meer. Ronnie, wat is dat beroep? Ik ben chauffeur bij Nilva. Dus als ik moest winnen, je weet, dan moet dat een beetje geld van hier komen. Dat is nog veel erg, geen zakken opslagen, dat is maar een fout. Allee. Zal ons nog wat doen. Ronnie, was hij lid van een carnavalvereniging? Eigenlijk niet. Aha. Ik heb een fantastisch team achter me staan, dat alle weken een grote bonus op campagne. En dat is van de jaar met een carnavalgroep. Schitterend. Ronnie, wat is haar eerste herinnering op carnaval? Abel, gelijk als veel kinderen, papendavers vroeger, maar nog altijd, de kinderen mee op de verbranding. En ik mocht ik op de vuistertablet zitten van de kont, vul op de verbranding te kwijten. En dat is eigenlijk mijn eerste herinnering op carnaval. Maar mooi, week. Gelijk als veel mensen. Amai. Ronnie, wat is het eerste dialect woord dat je gewoon van zijn leven goed hebt? Ook was je prot. Schitterend, hè. Dat was de eerste carnavalgroep week waarmee dat ik carnaval beleefde. Dat is nou altijd heel erg bijgebleven. Halleluja, goed. Carnavalfiguur om erop te kwaken, of wie bij zijn tijd? Ik kijk enorm op naar Prins de Vroef, Dirk van de Velde. Ik vind dat een fantastisch persoon, die nog heel schoon leek is. Dat is een goede danser, kortom. Alom gezegd, dat is een gewillige carnavalist, een gewillige prins. Dus, dat is mijn figuur. Schitterend. Ronnie, wat is het absolute hoogtepunt van carnaval? Voor mij persoonlijk is dat de verming van de stoet, de sfeer dat er hangt. Iedereen is content, de wagens zijn af. Allee, kom, dat is hier een oude blaadschap dat je dat ziet. Dat is voor mij de moment van carnaval. Dat is inderdaad dat is emotioneel als we hè. Waarom wil je gewoon prins worden? Ja, dat vraag ik er al veel. Dat is een cliché-vraag. Waarom wil ik prins worden? Het is een eer om als carnavalist in de stad mee geweten te werken om carnaval. Dus ik pijs als prins dat dat ook een enorme eer is en een enorm tof gevoel. En ik vind dat er volledig van smaak voor de carnavalisten voor de stad. En waarom moeten de mensen op haar stemmen? Moeten is een goed woord, hè. Maar ik vind carnaval is voor iedereen, voor klein, groot, dik, oud, geschier, getrouwd, voor iedereen. En de prins moet druk zijn voor iedereen. En in mijn campagneteam zie je dat iedereen is welkom bij mij, dus ik wil de prins zijn voor iedereen. En daarom zullen de meesten op mij mee gestemmen. Dames en heren, dat is Ronnie. Ronnie, ik geef aan de muziek. Hier is het...